Ik wil met jou beginnen als lid van de Raad van Bestuur van NPO. Op welke manier, hoe word je op de hoogte gesteld van zoiets bij de NOS? Ik kreeg een telefoontje van mijn collega Henk. We hebben een protocol. En ik was vrij dichtbij het Mediapark, dus ik ben daar onmiddellijk naartoe gegaan. Ik ben ook in het gebouw geweest. Dat was een rare gewaarwording, want dat werd op dat moment ontruimd. Immers, wij zijn verbonden met de NOS via de eindregie en de radiostudio. 3, 5 en 6 zitten ook bij ons. Ik heb gewacht en gekeken op de schermen tot er echt niemand meer was. En ben toen het gebouw uitgegaan. Dit is een situatie, zoals Pieter Broertjes aangeeft in Hilversum sinds Parijs, dat Hilversum ook onder meer hoogspanning staat, althans, zoals hij heeft verklaard. Er was zelfs een politieteam, een mediateam van de politie. Is dat ook in overleg met jullie gegaan als NPO? Zeker, er is overleg tussen de NPO, de politie. We hebben ook de veiligheidsmaatregelen opnieuw bekeken. Kennelijk niet goed genoeg, dat moet je dan constateren. Maar er is goed en veel overleg geweest. Ja, ik vraag me... Nou goed, je zegt ken ik niet goed genoeg. Ik vraag me af wat je kan doen tegen een gewapende man. Dat of je daar ooit goed genoeg tegen kan bewapenen. Dat is ook best ingewikkeld. Wat ik zei, we hebben veiligheidsmaatregelen. Dat proberen we ook zo goed mogelijk te doen. Tegelijkertijd, het is waar, je kunt je niet tegen alles en iedereen beschermen. We weten ook niet of deze meneer waar die was, waar die vandaan kwam. Of het iemand was die verward was of een politieke achtergrond had. Ach, weet je, dat weet je niet.